Verwarring compleet. Ja, maar dan ook helemaal. Hé, heb je gekeken? Die wedstrijd. Ja, nou heb ik het al niet op Frans hoor. Nou, helemaal niet. Jullie wel? Frankrijk en die Fransen. Ongezellig. De Fransman, heel erg ongezellig. En ja, dus als we voetballen, ben ik sowieso niet voor de ongezellige Fransman. Absoluut niet. En wat gebeurt er dan? Dan is het dus 1-1. Oké, dit kan. Trouwens, ze waren alleen maar aan het verdedigen. Het was weer gewoon weer poep in de broek voetbal. En weer een beetje op een countertje spelen. Gadverdamme, als je zulke goede voetballers hebt, zoals Frankrijk, en je speelt zo. Maar goed, het is 1-1. Daar komt die paas op Mbappé. En wij zien allemaal, het is buitenspel. Ik zie het, jullie zien het, we zien het allemaal. Behalve onze VAR. De VAR. Wat is er toch met die VAR aan de hand? Er zit er nog een Nederlander ook en een halve garen. En die haalt er dan een of ander regeltje bij. Wat voor regeltje? Van dat je hem dan bewust die bal moet hebben aangeraakt of zo. Die Garcia, toch op. Weet je wat het is? De verwarring is zo groot en mensen snappen hier helemaal niks van. Want wat gebeurt er dan bijvoorbeeld als er een overtreding wordt gemaakt? Het spel gaat door, komt in het strafschopgebied, iemand maakt hens en dan roepen ze strafschop. En dan zeggen ze nee bij de VAR. Nee, want voorafgaande hieraan werd een overtreding gemaakt en dan gaat die strafschop niet door. Punt. Kijk, dat is duidelijk. Dat is volkomen duidelijk. En dat is in dit geval ook zo met Mbappé. Want op het moment dat die bal gepaast wordt, staat hij buiten spel. Punt. En dan gaat het dus gewoon niet door. En dan heeft al het andere wat ertussen gebeurt, dat doet niet meer de zaken. Die bal die gaat rechtstreeks, bijna rechtstreeks, naar Mbappé toe. En die staat verschrikkelijk buitenspel. Punt. Dus hij heeft er enorm voordeel van. Ook al wordt die bal maar heel even aangeraakt, dan krijgt hij die bal mee en heeft hij voordeel van het feit dat hij buitenspel staat. En dan gaat dat doelpunt gewoon niet door. Zo simpel is het. En zo simpel moeten we het ook houden in het voetbal. Want we maken het nu veel te ingewikkeld en door al die rare regeltjes en gekkigheid waarvan mensen niks weten, dan snappen mensen niks meer van het voetbal en daar moeten we mee ophouden. Ja, en heel, heel gauw. Dus, wat mij betreft, staat het nog steeds 1-1.